je bent natuurlijk ook het gezicht geweest van Temptation Island. Daar is natuurlijk nu een beetje smet op. Een hele rel eromheen. Hoe kijk jij naar die rel die is ontstaan? De mogelijke slachtoffers waar het om gaat, die doen heel erg een beroep op hun privacy terecht. En dus dat betekent eigenlijk dat ik ook niks weet. En ja, ik respecteer uiteraard hun privacy. Dus ik heb gewoon zoiets van, ik wacht wel totdat ik iets hoor over wat er met die titel wel of niet gaat gebeuren. En ja, uiteraard als mensen een slechte ervaring hebben gehad met een ervaring, of slechte ervaring hebben gehad met een deelname aan het programma, dat is altijd vervelend. Dat wil je natuurlijk nooit. Nou ja, wat je ziet de afgelopen jaren is het thema veiligheid op alle fronten, sociale, fysieke veiligheid, is echt een groot thema geworden. En uiteraard hebben wij daar als bedrijf, als mediabedrijf ook mee te maken. Ja, dus dat betekent dat we daar heel veel focus op moeten hebben. En meedoen aan een programma moet altijd een positieve ervaring zijn. Als dat niet zo is, en dat blijkt voor meerdere mensen zo te zijn, dan gaat er iets niet goed daar. Dus dan willen we ook heel graag met die mensen in gesprek om te horen wat er nou precies is gebeurd en hoe dingen anders kunnen. Herken je iets van die verhalen? Ik moet zeggen dat ik niet weet wat voor verhalen er liggen. Maar ja, ik word daar gewoon eigenlijk ook begrijpelijk buiten gehouden, omdat ja, ik presenteer het maar. Ja. Is er nog een kans dat Temptation Island nog terugkomt? Eerlijk gezegd hebben we daar nog geen besluit over genomen. Eerst willen we met die mensen in gesprek. En daarna bepalen we of dan wel hoe we ooit met Temptation terugkomen.